eigenlijk is dat ook hetgene waar wij mee bezig zijn. Wij trekken ons dingen aan, wij maken ons zorgen om dingen waar de massa helemaal niet aan denkt. En een van de items is onze rechten als burger en onze rechten als mens. Zeer actueel inderdaad, omdat we rondom de Middellandse Zee en het Midden-Oosten geweldige dingen zien gebeuren van mensen die massaal op straat komen. Of dat dat nu spontaan is, dan wel aangestuurd via inlichtingendiensten. Of dat dat nu concreet resultaat gaat geven of niet, het feit dat het gebeurt is inderdaad opmerkelijk en aanstekelijk blijkbaar. En dus daarover gaan we het hebben. Onze eerste gast komt vanuit Nederland. Die heb ik al heel vlug bij het begin van onze Belfort-geschiedenis in het vizier gekregen. Robert Verlinden, met zijn groep Burgers in Actie. En ik was zeer getroffen door de gedrevenheid, ook de gedocumenteerdheid waarmee dat hij zijn passie trachtte duidelijk te maken. Ik heb de gelegenheid gehad om hem nu wat te leren kennen. Ik ben zeer gecharmeerd door zijn persoonlijkheid. Hij komt uit Rotterdam. En we weten welke grote politicus Rotterdam heeft voortgebracht. En persoonlijk is mijn inschatting dat Robert een heel hoog Pim Fortuyn gehalte heeft en dat hij een Belforter in hart en nieren is. En ik geef hem dan ook graag het woord aan deze dienaar om het algemeen belang te verdedigen. Als kunt u mij zo goed verstaan, dan praat ik liever zonder microfoons, want al die digitale dingen heb ik een beetje nemen. Maar eerlijk gezegd ben ik er een beetje verlegen van, want zoveel aardige woorden, dat is, dat is toch, we zijn er dagelijks gewend. Geachte dames en heren, met dank aan de heer Peter Verlinden is het mij een eer om vandaag te kunnen praten over de turbulente politieke ontwikkelingen. Hierbij wil ik het vooral met u hebben over wat wel. En ik wil het ook hebben over soevereiniteit van het individu. En over onze existentie, ons bestaan, ons zijn en vooral de waarden daarvan. Want alleen onze waarden kunnen alleen worden beschermd door wetten en door regelgeving. Maar er zijn, en daarom wil ik u graag vandaag u allen uitnodigen, met mij voorwaarts te gaan door terug te blikken naar het Europese revolutionaire jaar van 1848. Daar liggen de wortels van onze democratie, alleen het is de grote onbekende in Europa. Grote onzichtbare veranderingen zijn gaande. Ik denk hierbij aan de op handen zijnde Codex Alimentarius, niet te vergeten de Tetraspolitica, de vierde macht, en naast we hebben nu de Trias Politica van Montesquieu, maar de vierde macht wordt aangesleuteld, de Tetraspolitica, communicatie via gezagloze, onrechtmatige, gezagdragende websites, Facebooks, internet en vele andere ontluisterende politieke ontwikkelingen. Hierbij noem ik met name verplichte opslag van vingerafdrukken, verplichte opslag van DNA, wat allemaal in strijd is met het recht op nemo tenetur. Nemo tenetur. Dat is Latijn, maar ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit, want ik heb geen Latijnse opleiding gehad. Maar het is nemo tenetur, het is het recht van verdachten om niet te hoeven mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Het recht op nemo tenetur is in 1937 door Adolf Hitler afgeschaft. Maar nu ga ik iets zeggen, dat ga ik niet verder toelichten, maar ik ben van mening dat door Queen Elizabeth een paar weken geleden zelf bevestigd is dat dit recht nooit is hersteld door de geallieerden. En dat is dan ook de oorzaak dat we overal in de wereld die martelpraktijken zien. Ja, want als we dat nemo tenetur niet kennen, dan praten we daar niet over en dan gaat dat in de vergetelheid, zoals heel veel in de vergetelheid gaat en die we vandaag proberen op te ratelen natuurlijk. Afgelopen en niet te vergeten het plaatsen van camera's overal. We weten dat in Londen, maar met name in Rotterdam. Afgelopen maand hebben ze 40 meter per uur op afstand van mijn voordeur een camera geplaatst. En ik kan er dus niet meer ongezien in of uit gaan. Uiteraard heb ik onze minister van Veiligheid Opstelt hier onmiddellijk een briefje over geschreven. Maar die laat zich tegenwoordig alleen maar beantwoorden door de nietszeggende, voor mij overigens wel geachte ambtenaren. Het allergrootste verontrustende vind ik dus de toenemende centralisatie van de macht in Brussel. Dat is dus ook, dat is eigenlijk in strijd met wat de staat wil. En wat is de staat? De staat is het volk. De staat is er voor het volk en het volk is er niet voor de staat. Maar op het ogenblik is, is dat wel gaande. En we zien dan dat de bestuurlijke machthebbers, die willen vooral centralisatie hebben. Iets wat de staat niet zou willen. En wij willen decentralisatie in plaats van centralisatie. Goed, even kijken. Dit alles vormt de grondslag van mijn betoog, waarbij ik de focus zal leggen op de ontwikkeling van onderdrukking naar individuele vrijheid en soevereiniteit. Hierbij wil ik vooral voortgaan wat alleen mogelijk is door terug te blikken naar het Europese revolutionaire jaar van 1848. Het jaar waar het individu dankzij de revolutie zijn politieke soevereiniteit kreeg. Dit gegeven is voor velen de grote onbekende van Europa. Dit wordt veroorzaakt omdat wij generatie na generatie op het verkeerde been zijn gezet als het om de wortels van onze democratie gaat. Dit betekent dat wij op dit moment met generatiepatronen te maken hebben. En iedere psychiater of psycholoog die kan me vertellen dat generatiepatronen heel moeilijk te kraken zijn. Maar we gaan het toch proberen. De Raad van Europa, gevestigd in Straatsburg met 47 staatshoofden, inclusief Rusland, is in 1949 met het Verdrag van Londen opgericht. Een van de belangrijkste doelstellingen daarvan was om de democratische rechten en vrijheden van het individu te beschermen. Hierbij wordt dan de universele verklaring voor de rechten van de mens, wordt daarbij dus als leidraad gebruikt. Vanuit een historisch perspectief gezien ontstonden de eerste universele mensenrechten in 1789, als zijnde de Frans-Amerikaanse mensenrechten. Hierbij merk ik dus opmerkingen op dat de Raad van Europa niet verwaard mag worden met een Europese Raad. De Europese Raad heeft 27 lidstaten en die zit in Brussel. En de Raad van Europa met 47 staatshoofden zit in Straatsburg. Analoog aan mijn voorstel tot het terugblikken naar 1848, waar ik zo even over sprak als het om de soevereiniteit van het individu gaat, wil ik u de volgende zin uit het boek van Zhuangzi niet onthouden. Het is dat is een bekende en oudste leermeester van het Taoïsme, ongeveer 4 eeuwen voor Christus, en die schreef al: de vrijheid kan slechts in het individu zelf worden verwezenlijkt door de terugkeer naar de bron, naar het begin en naar het kind. Ik vond deze zin zo mooi om deze te gebruiken, omdat ik dus van mening ben dat de vrijheid door het individu zelf kan worden verwezenlijkt. En dat men dat toen al begreep. Dus ook al 4 eeuwen voor Christus. En wat wij nu zien hier in het Westen is dat wij ons laten onderwerpen door politieke partijen. Waar het individu geen donder meer te zeggen heeft. En dat is natuurlijk merkwaardig. En dat komt, en dat ziet u dus in politieke partijen, die functioneren voornamelijk op basis van de effecten van het spreekwoord: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En u moet dat voor mij niet als een verwijt aanmerken, want ik heb daar heel lang over nagedacht en ik ben tot de simpele conclusie gekomen dat we daar allemaal aan onderworpen zijn. Ook ik, dus ook Bill Gates. Alleen de ene die gaat pas in een hogere positie daar afhankelijk voor worden, maar persoonlijk zijn we daar allemaal afhankelijk van. En als we dit goed beseffen, en als we dit goed weten, dan kunnen we daar ook mee aan de slag. Want, en dit spreekwoord, die effecten, dit moet volgens mij dan ook de oorzaak zijn dat deze politici niet bereid zijn de soevereiniteit van het individu te respecteren, zoals dat in 1848 is afgedwongen. Dat is belangrijk om dat te weten. Ik wil dan ook met u terugblikken naar de wortels van de Nederlandse democratie, toen het individu soevereiniteit verwierf als het om politiek gaat en om de uitvoerende politiek. praat altijd maar over politiek. Ik wil het heel graag nog heel duidelijk onderscheiden. Politiek en uitvoerende politiek. Het is de enige manier om voorwaarts te gaan als het om ons welbevinden gaat. Want dat is waar het in het leven om gaat. Het gaat om ons welbevinden. Immers, politiek gaat over existentie. Existentie en de waarden van ons zijn en van ons bestaan. Wij willen vooral schoon water, we willen schone lucht, we willen schone landbouw, we willen zorg, we willen educatie, we willen veiligheid hebben. Maar we willen geen populisme en geen polarisatie, zoals dus nu volop in Europa gaande is, zoals dat overigens ook in de vorige eeuw, in de jaren 30 het geval was, wat eigenlijk al begonnen was in de 19e eeuw. Omdat wij hier alleen een bijdrage aan kunnen leveren, aan die collectieve waarden, ja, hebben wij allemaal onze werkzaamheden. De ene is onderwijzer, de ander is dokter, de ander is apotheker. De enige manier is dat om dat te kunnen doen. Wij hebben dus geen tijd om ons dagelijks bezig te houden met de uitvoerende politiek. En de uitvoerende politiek, daar nemen wij politici voor. En wat is de uitvoerende politiek? Dat zijn eigenlijk de wetten en de regelgeving. Want het zijn de wetten en de regelgeving die onze waarden kunnen beschermen. Om in termen van Spinoza te spreken, gaat het dan ook om het eigen nut van het individu. Als een individu het nut van zijn buurman, en ik heb dat woord buurman al eerder gehoord vanmiddag, als zijn eigen nut herkent, dan kan er een ongedwongen samengaan plaatsvinden, zoals wij dit nu in Tunesië, Egypte en alle Arabische landen zien. Mensen komen op voor hun existentie, voor hun collectieve waarde. Dat is wat we zien. Wij zien daar een massa aan individuen die zonder leiding, zonder organisatie opkomen voor het eigen nut. Hun eigen waarde, hetzelfde nut en dezelfde waarden die zij ook herkennen van hun buurman. Dit zijn de collectieve waarden van alle Egyptenaren, maar in feite ook die van ons. Omdat er geen, en we zien dan ook, omdat er dus in Leiden, in Egypte zien we dan ook dat er dus geen leider of geen organisatie is. En dan wordt er dus maar gezegd, ja, het is in een vacuüm gekomen. Dat is natuurlijk gewoon nonsens. Het gaat dus nu, wat we dus dan nu verder zien, is dat die uitvoerende politiek, en daar moeten we dus voor gaan maken, dat die dat straks weer over gaan nemen, zonder dat die mensen eerst over die principes waar het om gaat binnen de grondrechten over gesproken is. De uitvoerende politiek, dat zijn in feite onze heersers. Nog steeds de Europese staatshoofden in Straatsburg. We zien ze niet, we horen ze niet, ze hebben zelfs een privérechtbank en dat heet de Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En een privérechtbank hebben onder de voogdij van de staatshoofden is natuurlijk in strijd met de triasleer van Montesquieu. Maar daar wordt nooit over gesproken in Europa. Zoals dat ook in Nederland is met onze Raad van State, daar is Hare Majesteit de Koningin voorzitter van, wat in feite ook in strijd is met de triasleer. Want er is geen scheiding van machten op deze manier. En dat is dus een heel belangrijk punt. Dat is mijn overtuiging tenminste. De uitvoerende, dat zijn dus dan, wat we dan ook eigenlijk zien, dat zijn de parlementen, dat zijn een soort theaters. De ministers, dat zijn in feite salesmanagers om de producten aan de man te brengen. Ja. In Nederland is dat het meest zichtbaar. Ik ben daar pas recentelijk om, omdat ik me steeds meer zorgen maakte, wat meer in gaan verdiepen. En dan kom ik tot de ontdekking dat Kamerleden, die zijn verplicht om een eed of belofte van trouw af te leggen aan de koningin en aan de grondwet. Onze ministers en staatssecretarissen, dat zijn dienaars van de kroon. Nergens wordt in Den Haag in Nederland over de bevolking gesproken, over hun belang, over hun waarde. Dat is toch heel merkwaardig. 2011. Dat is in mijn ogen verre van